Antonio, vandaag is voor jou een speciale dag. Ja, vandaag dan wordt eigenlijk de single Ik Droom, die eigenlijk al uit is gepresenteerd hier in Harders Plaza. Wie heb je vandaag allemaal meegebracht om die single te laten zien? Je bedoelt meegebracht aan artiesten of aan fans of allemaal? Nou, natuurlijk is Stefan Storms hier, Albert van Bentum, Sascha Brouwers, Rob Ronals, special guest was dat vandaag. En ik heb natuurlijk ook Giovanni meegenomen. Dat is die grote kerel hier naast me. En die is al fan van mij sinds dat hij eigenlijk kan lopen. Want heeft hij mij wel eens nagedaan op een playback show. En sindsdien zijn we bevriend en fan. Wat vind je nou het allerleukste nummer van Antonio? Nou, de nieuwe Ik Droom. Gewoon de nieuwe meteen al? Ja. Wat is er zo mooi in het nummer dan? Ja, ik vind hem gewoon mooi. En heb je deze ook al gezongen op een playback show? Nee. Maar kun je een stukje zingen? Weet je hoe die gaat? Ik droom nog elke nacht, zei je mij hier zacht. Alle dagen, maanden dat je op me wacht. Nee, ik laat je niet gaan. Oh, mijn hart roept steeds weer jouw naam. Ja, Antonio, wat is het nou voor jou, een stuk soort fans? Ja, dat is gewoon geweldig. Hij was nog maar een babytje eigenlijk, dat hij al net begon te praten en net te lopen, dat hij al mijn muziek mooi vond. En hij gaat altijd met zijn oma's mee. En ja, dat is gewoon te gek. Hij is nu, hoe oud ben je nou, Giovanni? Hoe oud ben je nu? 7 jaar. 7 jaar. En sinds die tijd, als hij naar bed gaat, dan draait hij mijn cd om in slaap te vallen. Slaapverwekkend natuurlijk. En elke nieuwe plaat die ik heb binnen een dag kant hij hem. Dat is ongelofelijk.